Welkom! Ja! Alweer met jou. Ja, sorry nee, man. Weer, dat klinkt heel negatief. Nee, Suus ja. is er nog steeds niet. Nee. Wat ik heel erg jammer vind. Ja. Maar ze is er nog steeds niet. Nee. Dit is al de aflevering 10. Ja, we zijn er. En inmiddels gegaan, heb nee? ik al vier afleveringen met jou uh, gedaan. Ja, nou, dit is de vierde. Dus uh, ja, je haalt Suus bijna in. Ja, wat nog even. Wat eigenlijk niet zo mooi is, want we nee. willen natuurlijk heel graag dat Suus weer terug is, maar ja. dat kan helaas nog niet. Nee. Hoe was jouw week? Nou, uh, leuk dat we het over Suus hebben, want ik uh, ben uh, even lunchen met Suus. Suus is inmiddels weer uh, terug uh, in haar eigen huisje. Ze is natuurlijk even bij haar ouders thuis geweest en uh, even om weer wat rust te nemen. En uh, ze moet nu nog steeds gewoon rustig gaan doen, vandaar dat ze natuurlijk ook niet is. Maar we zijn even geweest lunchen en het uh, was grappig, het was in, in de praxis of all places. <laughs> in de praxis <laughs> ja, lunchen? <laughs> ja, er is blijkbaar een hele eetcounter en uh, we zullen <laughs> daar gewoon eventjes kijken. En We zijn een beetje rond gaan neuzen en zo daarover. Uh, uh, nou romantisch. Over. Ja, het was heel romantisch. Romantische Wat heb lied. je daar gegeten dan? Uh, een tosti <laughs> en een broodje zalm. Nou, en ja. hoe gaat het met haar? Nee, het, uh, nou, ze moet echt nog wel rustig aandoen. Maar het is wel heel fijn om weer echt de oude zus terug te zien. Want. Uh... Ja, die, uh, die herken ik gelukkig weer helemaal terug. Want ik had natuurlijk een uh, paar weken al geleden al verteld dat het... Uh, was het wel even anders. was het ook waar we toch allemaal een beetje geschrokken. Dus het is een uh, hele verademing dat ze er gewoon weer normaal bij zit. En uh, ook weer gewoon lekker kan grappen. En, uh, maar het is voor nu... Het is, uh, het is uh, fijn. Uh, ze neemt ook wel echt de rust. Ze vindt het hier en daar nog best wel moeilijk. Had ook nog echt heel erg haar twijfels of ze wel of niet uh, de podcast ging doen. Oké. Okay. Uh, uiteindelijk toch besloten om het niet te doen. Dat het toch nog wel heel veel energie uh, vraagt. En... Uh, dus we waren lekker aan het lunchen en we voelden ons Disney prinsessen. Want er zaten overal kleine musjes zo om ons heen. Oh. Dus dat was heel cute, ja. Nou, heel erg leuk. <laughs> ja, dus uh, en hoe was jouw week? Wat heb jij gedaan? Mijn week is eigenlijk uh, wel uh, goed. Uh, heel veel gewerkt weer. Uh, we weer. Eigenlijk helemaal niet echt iets beleefd. Nee, eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Wel. Iets grappigs gebeurt nog. Oeh, Want ik, was, uh, ik uh, liep uh, ik was op het terras gaan zitten en ik uh, zaterdagavond. Oh nee, ik heb trouwens, ik ben mee. Ik heb meegelopen aan die Unmute Us nog. Oh ja, dat uh, was natuurlijk. Ja. Tegen de festival. Ja. Uh, voor de festivalorganisatoren en zo. Ja. Uh, dat was echt wel heel bizar om mee te lopen. Zoveel mensen en uh, was me heel indrukwekkend. Ja, heel, maar. Ik heb beelden ja. gezien en ik dacht echt, wauw, het ziet er zo gaaf uit. Ja, het was inderdaad heel indrukwekkend. En het was ook wel mooi om met zoveel mensen te staan. Ja. Natuurlijk uh, voor, die, voor de festival organisatoren. Dus dat was leuk. En wat ook is gebeurd, is dat ik. Uh, ik, werd, uh, ik werd aangesproken door een, uh, door een meisje. Of door een vrouw. En die uh, vroeg mij. Hey, ik ken jou ergens van? En toen dacht ik dacht, well, uh, misschien van YouTube. Want ik heb hiervoor labratten gedaan. Ik heb nu een eigen YouTube kanaal. En ik word, soms word ik wel herkend door mensen op straat. Dus dan denk ik oh, wat leuk wat, uh, wat, van, uh, van Labrador Want meestal kennen vrouwen mij van Labrador en yeah. mannen mij van mijn persoonlijke kanaal. En dan zeg ik, oh, van Labrador wat leuk. Wat is je lievelingsvideo? En wat, dat soort dingen. En toen zei ze van: nee, nee, ik ken jou niet van, uh, van, 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 van daarvan. Ik weet. Eigenlijk helemaal niet echt wie je bent, maar volgens mij doe jij de Easy Toys podcast. Hé, hey, wat leuk! Dus ik ben, uh, gewoon, het verhaal gaat rond. Het verhaal gaat rond. Dus iemand ja. heeft mij herkend van de Easy Toys podcast. Oh, wat leuk! Dat is tof! Uh, dus dat vond ik wel heel erg bijzonder. En toen heb ik haar gevraagd wat ze ervan vond en ze vond het allemaal heel leuk. Ja, dat was wel grappig eigenlijk. Gewoon wat leuk! Ja, dat ben jij al herkend? Nog niet, nog niet. Maar heb je wel uh, <laughs> uh, volgers erbij gekregen? Of? Ja, dat is wel heel grappig dat uh, ze dan uh, de eerste, zodra de eerste teaser gedeeld werd, kreeg ik er gelijk 20 volgers bij. Bij. Dus dat was uh, ja, ja. En, uh, ja, heel leuk om uh, te zien dat je dan uh, dat je dat je niet tegen lucht praat, nee, nee, precies. Ja, nee, dat vond ik ook wel. Ik vond het echt leuk om dat te zien dat iemand dat gewoon uh, Ja, ze Vond het allemaal heel leuk, ja, ik wat vond het grappig. Echt, uh... Oh, dat is weer heel erg leuk. Ja. we hopen dan natuurlijk dat het steeds meer gaat gebeuren, dan natuurlijk, dat ja. steeds meer luisteraars krijgen, ja, ja. Oké, okay, nee? vandaag in Losse lippen de Podcast nummer 10, de 10 edition special, gaan we het hebben over. Anale seks. Nou ja, anaal, toch? Anaal. Oh ja, sorry. Want je hebt natuurlijk anaal. meerdere vormen van anaal. Ja, lastig onderwerp, vind ik. Ja, waarom vind je het? En ik lastig? vind het best wel, ja, ik vind het ook best wel moeilijk. Ja, ik weet het niet. Ik heb er sowieso niet uh, heel veel ervaring mee. Sowieso niet met anale seks. Nooit ook de behoefte of zo gehad. Wel anal play, maar niet echt seks. Ja, ik weet het. Ik vind het gewoon lastig. Ik ben benieuwd hoe. Hoe gaan wij hier 30 minuten over lullen? Daar gaan wij maar heel goed komen. Ik, ik heb er heel veel over te zeggen. Ja, wat dan? Nou, nou, ten eerste. Nee, ik vind het wel heel grappig. Want als ik jou nu zeg maar zo een beetje leer kennen door de podcast, dan ja. kom je best wel over als iemand die wel van experimenteren ja, houdt klop, en wel. zo. Ja, en dat je wel overal voor open staat. Maar het is dus niet zo open. Of nou ja, nou ja misschien niet per se, maar gewoon. Ik heb het wel eens gedaan natuurlijk en ik heb er wel eens mee geëxperimenteerd. Ja, ik weet het niet. Ik vind nee. het lastig. Vind je nou, er wat ik, van? Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het prima. Ik ja. heb er geen mening over. Nee. Maar ik denk dat anale seks voor mij is dat toch wel een extra stap in de intimiteit. Yeah. Tijdens mijn lange relatie hebben we dit eigenlijk nooit behoefte aan gehad. En um, uh, ik denk dat anale seks wel echt een stapje verder gaat um, als je close met iemand bent. Dus je ja. echt wel aangeeft van, hé, hey, ik ben zo close met je, ik wil alles van je of ik wil zeg maar dood. Dus, dus vandaar dat en dat ben ik nog niet echt met iemand zo in zo'n geval geweest. Nee. Dus ja, nee, ik vind het. Uh, ik, uh, ik laat me verrassen door jou. Eigenlijk. Nou, de stuitje Want jij, uh, hoe nee. gaat het bij jou? En... Ja, nou, nou ja, kijk, uh, ik ben daar op zich best wel open over. Dat weten ook wel mensen, zeg maar. Ik, uh, ik ben ook wel experimenteel. Ik, ik vind het leuk om veel dingen uit te proberen. En ik heb ook wel wat ervaring met anaal op verschillende manieren, zeg maar. En met name ook omdat ik bij Easy Toys werk, ga je er toch automatisch gaat wat meer over lezen. En ook blijkbaar waren er ook uh, anale orgasmes en dat soort dingen. En voorheen wist ik dat nog niet. Voorheen was ik er ook, moet ik eerlijk zeggen, dat ik daar minder mee bezig was. Maar als je dan toch meer ook vanuit je werk toch meer overleest, ja, ik ben dan het type dat erg nieuwsgierig hoor. Kijk, ik heb ook collega's die hebben verder zoiets van uh, dat, dat hou ik gewoon lekker gescheiden, maar voor mij komt het altijd wordt het allemaal altijd, allemaal een beetje verwoven in elkaar. Dus, dus ik ben daar ook wat meer mee gaan experimenteren en ik vind het best wel interessant dat nou, als we het bijvoorbeeld hebben over orgasmes, hoe nou wel vijftig keer zo intens een anale orgasme kan voelen ten opzichte van een normaal orgasme. Dus dat is best wel bijzonder. En um, ik moet wel zeggen dat ik heel goed begrijp wat je zegt. Van ook als je daar in je relatie geen behoefte aan hebt. Ja, dat is toch. Ik zou dat bijvoorbeeld ook niet doen met een one-night stand. Of nee, met een schouder of zoiets. Ik denk wel dat het inderdaad bij iemand zou moeten zijn. waar je, je uh, op je gemak bij voelt. En uh, waar, je, waar je. Ja, nee, maar het is ook niet klik. dat ik het niet, niet doe. Nee. Maar niet uh, elke keer of zo, weet je. wel? Nee, precies. Maar dat is voor mij ook niet zo. Het is niet zo dat ik alleen maar anale seks heb en een enkele keer misschien uh, eventjes gewoon normale seks. Of normaal. Het dus is dus ook normale seks, maar uh, ja. de va vaginale penetratie. Ja. ja, nee, ik vind het uh, wel een interessant onderwerp. Ik had weer even wat uh, dingen opgezocht. En ik was zelf heel erg benieuwd waar het nou eigenlijk vandaan komt. Ja, het, het gaat schijnt, al heel lang Het is dat uh, anale seks en dat er ook gewoon echt uh, bewijzen van zijn in de hieroglyfen en dat soort dingen in Egypte en de metropolis uh, tijdsperk in Griekenland. Dat anale seks al heel lang bestaat, dus al meer, echt op een meer dan 4000 jaar. En dat het de meest voorkomende manier is van contraceptie, contraception. En vorige week hebben we het over anticonceptie gehad. Ja. En contraceptie is eigenlijk gewoon een manier om seks te hebben zonder zwanger te worden. Nou, dus, oh, dat is dat. Inderdaad um, inderdaad heel natuurlijk leuk. waren er 4000 jaar geleden nog geen pillen of condooms. Nee. Dus moesten ze anale seks hebben om niet zwanger te raken. Goh, dus oh, dat, dat, dat was toen ding. de manier van anticonceptie. Yeah. Omdat je daar niet zwanger van kon raken. Yeah. Best interessant hè? Ja, dat is heel interessant. <laughs> ja, want wat ik wel weet, is dat zeg maar. Anale seks wordt dus ook al op zijn Grieks genoemd. Omdat echt ook, dus er komen ook echt kunstbeelden en zo uit het oude Griekenland waar je dus ook, dat werk. En ook vooral mannen. Ja. Omdat mannen, eh, dus je zag heel veel homoseksualiteit terugkomen bijvoorbeeld op de oude Griekse, nou ja, uitingen, zeg maar kunstuitingen. En dat werd toen echt beschouwd als een soort van goddelijkheid, zeg maar. Ja, dus ja, dus ja, ja. Daar zie je dus ook die seks heel veel terugkomen. Dus dat is best wel bijzonder hoe extreem dat eigenlijk geswitcht is in de maatschappij. Want er ligt nog best wel een taboe op natuurlijk. Ja, het klopt. Uh, en wat ik ook ook heb gelezen is dat het steeds populairder wordt anale seks. Ja. Uh, heel veel artikelen schrijven over dat het een nieuwe orale seks is. Even kijken in, in, 2000, in 1994 deed 33 het wel is en nu t, in, 2000, of in 2010 46 procent. Dus het ja. stijgt. Ja, behoorlijk. Uh, ook, ja. En je hebt natuurlijk verschillende vormen van anale uh, seks. Dat is anal play met je vingers of, of je kunt uh, met oraal kun doen. Uh, en daarin wordt ook steeds meer geëxperimenteerd. Ja. Ja, zullen we gewoon even verder gaan naar uh, wat statements? Ja, kom maar door. Over uh, anale seks. Helemaal ja, leuk. Statement nummer 1. Alleen voor homo's of niet? Zijn er homokoppels die niet van anale seks houden? Ik vind is... sowieso die tweede vraag best wel interessant. Ja. ja. Maar eerst even het eerste. Ja. Alleen voor homo's of niet? Nou nee, sowieso niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Kijk, het is natuurlijk een, voor, voor mannen, zeker voor, voor homoseksuele koppels is het voor mannelijke seksuele. Homo, voor mannelijke homoseksuele koppels is het natuurlijk toch vaak... Waar veel mensen aan denken. Ja. Maar ik denk dat het zeker niet zo hoeft te zijn dat, er, dat, dat ze dat allemaal doen. Want ik kan me ook niet. Ik, net zoals dat alle vrouwen daar niet voor openstaan. Ja, ja, nu je het zegt, vind ik het eigenlijk best raar om over na te denken. Want inderdaad, gewoon vroeger hoorde je vaak van nee, ik ga geen anale seks hebben. Want ik ben toch geen homo. Weet je wel, dat hoorde je ja. vaak. Maar eigenlijk heeft dat helemaal niks met elkaar te maken. Nee. Helemaal niks. Nee, het enige het verschil is dat in principe, wat toch nog steeds vaak wordt gezegd natuurlijk, is dat veel mensen geloven dat seks penetratie is mm -hmm. en verder niks. Dus dan in die zin is dat natuurlijk de enige vorm van penetratie die mannen zeg maar, in principe kunnen verrichten. Op die manier wordt het denk ik bekeken. Terwijl er komt natuurlijk veel meer kijken bij seks dan alleen maar penetratie. Ja. En ik denk, het is absoluut niet alleen maar voor homoseksuele mannen. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel denken. Hè? Ja, nee, ik denk inderdaad ook niet dat het zo is. Ik nee. denk dat uh, iedereen dat wel kan doen. Want het is natuurlijk niet zo dat jij. Uh, dan zou je ook moeten zeggen dat zodra jij een vrouw. anal uh, seks mee hebt. dat je dan uh, homoseksueel bent. Wat natuurlijk ook niet zo is. Nee, zeker. En ik denk ook dat. Maar dit is ook nog wel heel erg een uh, taboe. bij bijvoorbeeld zoiets als pegging. Mm -hmm. We hebben het laatst natuurlijk al even kort over gehad. Dat, dat je dan uh, met een. Uh, dat de vrouw. Met een strap-on de man penetreert. Ja. En dus anaal, natuurlijk. Heel veel mannen staan daar niet voor open, omdat zij dan ja, toch het gevoel hebben dat ze dan. Ja. Uh, homoseksueel zijn. Ja, misschien ja, ja. omdat het een vorm van een penis is, dat dat het zou kunnen zijn. Maar, maar misschien ook wel omdat ze het uh, eng vinden met uh, dat het pijn doet of zo. Dat kan natuurlijk. Ja, ook. maar goed, dat is natuurlijk bij iedereen, denk ik wel zo. Ja. In, te, in meer of mindere mate. Kijk, en dat is, dat is ook iets wat, wat natuurlijk bij, als eerst in je opkomt. Tenminste, bij mij zou dat wel zo zijn. van Wanneer je daarmee begint, zeg maar. Dus, maar. Want je moet het wel een soort van leren ook, hè? Ja, het is, het is niet iets wat je zomaar uh, wat tussendoor je eventjes, doet. Tussendoor doet. Nee, tussen, nee. Vooral voor de, de eerste van, keer. Even een keertje doen. Dat moet je wel echt voorzichtig doen ja. en met veel consent. Hygië ja, zeker met en, consent. En hygiënisch. Absoluut. Ja, hygiënisch. Uh, want er zijn natuurlijk allemaal manieren voor om daarmee te beginnen. Maar misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben dat. Uh, hoe ja. je daar, uh, uh, dan het tweede is: is het oké okay dat je niet, als je niet van anale seks houdt. Nee, dat is helemaal niet oké. Okay. Ja. <laughs> Ik schrok nee, ja. Af, ja, wat? <laughs>